finish Tour de France etappe in Zeeland. Kassa. Admiraal de Ruiter ziekenhuis niet langer onder verscherpt toezicht. En Carla Peijs, populairste Zeeuw bij Europese verkiezingen. Zeeland nu. Marianne Lafort. Goedenavond, dames en heren. Over één ding zijn alle betrokkenen het eens. De komst van de Tour de France volgend jaar is fantastische promotie voor Zeeland. Dit weekend werd bekend dat de tweede Tour-etappe volgend jaar van Utrecht naar Zeeland gaat en dat de finish dan op Neeltje Jans is. Deze luchtbeelden zijn gemaakt met een zogenoemde Westcam. Dat is een camera die in een zelfstabiliserend systeem onder een helikopter hangt. Het kost wat, maar een beter systeem om luchtbeelden mee te maken is er vooralsnog niet. De organisatie van de Tour de France gebruikt de helikopters niet alleen om het peloton mee te volgen, maar ook om de mooiste plaatjes van de omgeving te maken. Vorig jaar werden deze beelden gemaakt boven Corsica. Het leverde zo'n 25% meer toeristen op. Niet verwonderlijk dat ook de Zeeuwse toeristenindustrie zich nu al op de beelden verheugt. Het wordt in zoveel landen uitgezonden dat het eigenlijk de beste reclamefilm is die je ooit kan bedenken voor Zeeland. Ik kan op geen enkele wijze iets anders of een ander medium bedenken waarbij je Zeeland meer in de spotlight zet dan met de televisiebeelden van de Tour. Hoe camerageniek het Zeeuwse landschap is, blijkt wel uit deze beelden, want dit is echt Zeeland. En dit ook. En ook dit is Zeeland. Een betere promotie is nauwelijks voor te stellen. En hoewel de eigen regie over die beelden beperkt is, kijkt de VVV er al naar uit. Ja, ik zie het zeker voor zich. Ik herinner me natuurlijk 4 jaar geleden nog al die prachtige beelden. Dus ik zie die prachtige luchtbeelden van Schouwen-Duiveland en de Neeltje Jans al helemaal voor me. Ook voor de finishplek. Neeltje Jans betekent de komst van de Tour de France de nodige promotie. Het voormalige werkeiland wordt voor de gelegenheid onder meer ingericht als thuisbasis voor de internationale pers. Neeltje Jans is in Nederland al heel bekend. In het buitenland kan dat nog beter. En vooraf begint misschien vandaag al. En het eindigt misschien 1 jaar of 2 jaar nadat de finish geweest is. En die finish van de tweede etappe is volgend jaar op 5 juli. En we hebben ook voor u een ontzettende leuke link die alles te maken heeft met de komst van de Tour naar Zeeland. Tik in omroepzeeland.nl/tikitoki/Tour de France. Het is een hele opsomming, maar u komt dan terecht op een 3-dimensionale tijdlijn met foto's, filmpjes en ook artikelen over de Tour de France over de afgelopen tientallen jaren. Tot en met de aankondiging dus dat de Tour in het eerste weekend van juli volgend jaar finisht op Neeltje Jans. Het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Goes en Vlissingen staat niet langer onder verscherpt toezicht. Dat heeft de inspectie voor de gezondheidszorg vandaag bekendgemaakt. Het ADRZ werd in juli vorig jaar onder verscherpt toezicht geplaatst omdat het veiligheidsmanagementcertificaat niet werd behaald. En dat certificaat zegt iets over de veiligheid in het ziekenhuis en ook over de kwaliteit van de zorg voor patiënten. De inspectie vindt nu dat het ziekenhuis het afgelopen jaar hard heeft gewerkt aan verbeteringen. Zo heeft het ADRZ inmiddels het benodigde veiligheidscertificaat behaald. De komende maanden blijft de inspectie het ADRZ nog wel in de gaten houden. Het heeft een paar dagen geduurd, maar nu zijn ze bekend, de uitslagen van de Europese verkiezingen. Welke partijen zijn het grootst geworden in Zeeland? We zetten het voor u op een rijtje. De top 3 van de grootste partijen in Zeeland ziet er als volgt uit. Bovenaan staat ChristenUnie-SGP-combinatie. Die is in 7 gemeenten de grootste geworden en is tegelijk ook de grootste van Zeeland als geheel. Het CDA komt daar achteraan. Dat blijkt toevallig ook uit het aantal gemeenten waar het CDA de grootste is. Dat zijn er nu 4. De PVV is qua stemmen iets kleiner dan het CDA. En alleen nog maar in Terneuzen en Vlissingen is de PVV de grootste partij. 10 Zeeuwen stonden op de kieslijst. Voormalig commissaris van de Koningin, Carla Peijs, behaalde met ruim 2400 stemmen de meeste. Ik was buitengewoon verbaasd. Ik heb ook geen stap gezet. Ik heb 1 avond in de bibliotheek gedaan. Maar ja, het is wel de reden dat je als lijstduur daar staat natuurlijk. Het is wel de bedoeling. Maar ja, dat het ook werkt, dat is natuurlijk nog maar afwachten. Maar ik ben heel blij met het vertrouwen van de Zeeuwen. Ja, en ze zijn u nog niet vergeten. Nee, ze zijn we nog niet vergeten. Nee, dat doet me wel goed. Maar het geeft ook een verantwoordelijkheid. Als je zoveel voorkeursstemmen krijgt, dan moet er ook iets mee gebeuren. En dat gaan we doen.
De minste gingen naar Ton Waldhaus uit Leeuwendorp. De in het dagelijks leven docent kreeg 21 voorkeurstemmen. Waldhaus staat voor klassen van gemiddeld 30 kinderen. Helaas voor Waldhaus zijn die nog te jong om te stemmen. Nee, maar de vraag is ook of ze mij zouden stemmen. Dat durf ik niet te garanderen. Van die 21 stemmers, weet u wie dat zijn? Een paar. 1 of 2. Maar de rest is voor mij onbekend. Ik heb wel mensen die via Twitter of Facebook of zo hebben laten weten van ja, ik ben er ook één, ik ben er ook één. Maar over het algemeen heb ik daar geen weet van. Vrouw en kinderen? Vrouw wel. Mijn dochter stemt niet. Die heeft er helemaal de brui aan gegeven, zeg maar. En ja, mijn zoon die zat met een probleempje wat betreft het stembureau waar hij naartoe moest. Toch apart dat uw dochter ook dan niet even een uitzondering maakt voor u? Ja, principes. Tja, en dan wordt het lastig. Voor alle cijfers en feiten kunt u terecht op omroepzeeland.nl/Europese verkiezingen. De tweede editie van het concert Raccoon and Friends for Jaden in Goes was dat zit erop. Een enthousiast publiek van 7500 mensen stond gisteren voor het concert op de Grote Markt in Goes. De opbrengst van het concert gaat naar de stichting Jaden die zich inzet voor kinderen met neuroblastoom kinderkanker. De Zeeuwse band Steady New Sounds mocht het concert openen, terwijl de zon hoog aan de hemel stond. Symbolisch, volgens de organisatie. Het was de hele week al van, oh, tegen het weekend aan, zou het weer meewerken? Nou, je ziet het. Dus Jaden geniet. Andere artiesten die belangeloos kwamen optreden voor de stichting Jaden waren Nielson, Chef Special en Guus Meeuwis. Als je elkaar kan helpen, moet je dat doen. En, we kunnen het heel goed met elkaar vinden en als je dan op zo'n manier even elkaar kan helpen, dan is dat geen enkel probleem. Dan is het altijd meteen goed. 7500 bezoekers genoten van deze tweede editie. Of er een derde komt, is maar de vraag. We gaan er geen concertatie voor maken dat jaarlijks terug gaat keren of zo. Alles wat we hier aan doen zijn is afhankelijk van de goedheid van de mensen die met ons dit willen doen. Ja, en straks na Zeeland Nu kunt u kijken naar een uitgebreid verslag van dit concert in editie 2014. En wat zit er later nog in deze Zeeland Nu? Record aantal inzendingen voor Zeeuwse posterwedstrijd. Wie heeft de mooiste? En onderwaterfotografen draaien warm voor het WK volgend jaar in Zeeland. Hoe beter je je gedraagt in de gevangenis, hoe meer je mag. In gevangenistorentijd gaan ze op een nieuwe manier om met gevangenen. De gedetineerden moeten voortaan hun extraatjes, hun privileges, echt verdienen. Het werkt als een soort stoplicht. Gedraagt een gedetineerde zich rustig en stelt hij zich welwillend op, dan krijgt hij een groen licht met meer vrijheden. Werkt hij niet mee en is hij bijvoorbeeld agressief, wordt het een rood licht. Als een gedetineerde binnenkomt, begint hij altijd in het rode regime. Wel kan hij dan al laten zien dat hij het groene waard is? Uiteraard wil ik met het groene regime, ja. Dan mag je een stuk meer, dus dat is wel prettig. En daar bent u dan ook iedere dag mee bezig, ook rekening houdend met uw gedrag? Ik niet zozeer, voor mij is het natuurlijk eigenlijk om onbeleefd te zijn en respectvol. Dus het kost geen moeite. En ik ben er in principe zelf ook wel voor, individuele aanpak. Dan ben je toch iets aan het veranderen natuurlijk in het gedrag van mensen. Als je alles gelijk schakelt, ja, dan maakt het weinig uit wat je doet. Dus, In het rode regime, ook wel het basisregime, krijgt de gevangene alleen waar hij wettelijk recht op heeft. Denk aan bezoek, sport, bibliotheek en recreatie. Als hij zich goed gedraagt, krijgt hij extra recreatietijd en kan hij bijvoorbeeld in de gevangeniskeuken aan de slag. De medewerkers van Torentijd zijn inmiddels gewend aan het systeem. We letten nu wel meer op wat de mogelijkheden zijn, in plaats van wat we voorheen deden, meer rapporteren over wat niet goed ging, zeg maar. Dus in dat opzicht... Ja, we kunnen ze nu wat makkelijker motiveren om goed gedrag te laten zien hier. Omdat ze daar ook voor beloond worden. Heeft u nou naar uw idee ook het idee dat u daardoor meer goed gedrag ziet? Ja, absoluut. Want ze weten heel goed nu wat ze te verliezen hebben en wat ze kunnen verdienen. Dus daar willen ze wel hun best voor doen, ja. Ongeveer 40% van de gevangenen zit nu in het rode regime. De rest in het groene, met extra privileges. De directie verwacht dat uiteindelijk ongeveer 50% van de gevangenen in het rode regime terechtkomt. En dan is het nog steeds een succes in uw ogen als het op 50-50 zou eindigen? Jazeker. Het hele systeem is in het leven geroepen om dat groepje gedetineerden wat wil veranderen de kans te bieden. Nou, als dat groepje de helft is, dan zijn wij heel tevreden. Ja. Morgen meer torentijd, dan een gedetineerde met al extra privileges.
Ja, wat vindt u thuis van dat rode, groene regime in torentijd? We peilen het vandaag op onze site. De stelling is daar vandaag: gevangenen die zich netjes gedragen, mogen worden beloond. Zo'n 4 op de 10 stemmers die zien er wel wat in belonen van goed gedrag. Maar de meerderheid is niet enthousiast. Het volkrak Zoommeer moet weer zout worden. Provinciale Staten van Zeeland wijden er vanavond een extra statenvergadering aan. Maar critici die vinden het plan veel te duur en zelfs overbodig. Het volkrak Zoommeer is nu nog zoet, maar het moet zout worden. Dat willen de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Daarmee verdwijnt de blauwe alg en het is goed voor de regio. Volkrak Zoommeer zout maken geeft natuurlijk ook weer heel veel meer economische mogelijkheden. Denk dan aan de mosselsector en denk dan bijvoorbeeld aan recreatie en toerisme. Kees Polderman is voorzitter van de Visstandbeheercommissie. Hij vindt het weer zout maken van het meer onnodig. Het is eigenlijk allemaal een beetje ingehaald door ook weer een biologisch fenomeen. En dat is de komst van de kwakkamossel. En die zuivert het water. Dus er zijn allerlei goede voorbeelden van overal in Nederland. Waar het water helderder wordt en de blauwalg verdwijnt. En de verwachting is ook dat dat op het volkrak zomaar zo zal zijn. Dat ken ik en die kwakkamossel doet op dit moment zijn werk. Alleen wij zouden wel heel graag gaan voor een duurzame oplossing. En dat is toch echt het weer zout maken van het meer, vindt de provincie. De kosten van het hele project zijn een andere zorg. Dat gaat vele miljoenen kosten. Misschien wel miljarden. Het is een geweldig plan wat er is. Hè? En soms denk ik wel eens, er zijn krachten in onze maatschappij bezig die eigenlijk de deltawerken weer terug willen brengen naar vroeger. Dus afbreken van die deltawerken. En misschien is daar een eerste stap richting het afbreken van die deltawerken. Maar zover is het nog lang niet. Eerst dus vanavond de extra statenvergadering over de bescheiden 2,2 miljoen die Zeeland wil bijdragen aan het project. Bij een ongeluk met een grasmaaier bij een minicamping aan de Veerseweg in Arnemuiden is een 4-jarige jongen gewond geraakt. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen zat op schoot bij de bestuurder en viel op de grond. Vervolgens werd hij door de maaier aangereden. Hij is niet geraakt door de messen. De explosieve opruimingsdienst Defensie, de EOD, is in Breskens begonnen met de voorbereidingen voor het ruimen van een zeemijn uit de Eerste Wereldoorlog. De mijn ligt op 12,5 meter diepte in de Westerschelde, vlak voor de kust. De EOD wil morgenochtend banden aan de mijn bevestigen en hem verder de zee opslepen naar een springlocatie. Daar wordt de mijn onder water tot ontploffing gebracht. Bluff gaat opnieuw op tournee langs de Nederlandse theaters. De 7e theatertour van de band heet, net als het nieuwste album, In het midden van alles. De tour begint op 11 maart 2015 in de Stadsschouwburg in Middelburg. En de tournee duurt tot eind mei en voert de band langs 30 theaters. De biljarters van Dallinga Frans Bevers zijn voor het 2e jaar op rij landskampioen geworden. De driebanden Zuid-Sluiskeel rekenden in de finale van de play-offs af met de heren Millers uit Heerenheugewaard. En gaan volgend seizoen ook Europa Cup spelen. Gefeliciteerd! Ze waren de grote favoriet en maakten dat in dit seizoen meer dan waar. Dallinga Frans Bevers was in de reguliere competitie al met afstand de sterkste. En ook in de play-offs bleek de ploeg uit Sluiskeel niet te kloppen. Na de 6-2 zegen van zaterdag werd de heren Millers uit Heerhugowaard in de thuiswedstrijd met 5-3 verslagen. En de enige Zeeuw in het team, Jean-Paul de Bruin uit Hulst, zorgde voor het beslissende punt. Ja, het is altijd speciaal om een titel te pakken en je moet ook nooit terugdenken wat geweest is. Je hebt altijd een nieuwe opdracht en vandaag was het een opdracht dat zeker te doen was. Maar je moet het altijd waarmaken. We hebben het geweldig gedaan. De Bruin en de nummer 1 van de wereld, Frédéric Coudron, zullen ook volgend seizoen voor Dallinga spelen. En door het binnenhalen van een grote sponsor komen ook de wereldtoppers Eddy Merckx en Dick Jaspers naar Sluiskeel. Dat brengt nieuwe ambities met zich mee. Het team wordt inderdaad een dreamteam. We zullen wel spelen voor het kampioenschap. Dat is wel duidelijk natuurlijk. En, met name waar we nu ook naar vooruitkijken dat we dus ook volgend jaar Europa Cup gaan spelen. Dat hebben we een paar jaar gewoon laten lopen. Omdat dat vrij kostelijk is. Maar ja, we hebben nu een goede sponsor die dus zegt van oké, wij gaan ook Europa spelen. Dus
we hopen dan ook nog in de Europa Cup ver te komen. De kans dat ook dat gaat lukken is groot. Bewees de laatste wedstrijd van gisteren, waarin Coudron en Jaspers, volgend seizoen dus ploeggenoten, tegen elkaar speelden en bij Vlagen fantastisch spel lieten zien. Coudron is ook volgend seizoen de kopman van de Zeeuwse ploeg en trots dat hij in Sluiskil kan spelen. Hey. Het is hier een van de betere clubs van Nederland, betere plaatsen ook. En het zou zeer spijtig zijn geweest als ik hier had moeten vertrekken door omstandigheden ook, tekort aan sponsoring en zo. En toeval wil dat we een nieuwe sponsor gekregen hebben hier en dat ik hier mag blijven. Dus ik ben ontzettend tevreden. Sluiskil is een bolwerk in de biljartwereld, wereldwijd. Ik ben heel trots op de organisatie hier en ik hoop dat we nog jaren op dat niveau verder mogen gaan. Deze landstitel is in ieder geval binnen en die wordt vooral door teamleider Jan Kikke uitgebreid gevierd. Wie heeft de beste Zeeuwse poster van 2013 ontworpen? Het Centrum voor Beeldende Kunst in Zeeland kreeg dit jaar meer inzendingen dan ooit binnen voor de posterwedstrijd We Hangen. Filmposters, modeposters, posters als protest of ter promotie. In alle soorten en maten hangen ze. Grafisch vormgever Iris Compiet won vorig jaar de publieks- en de juryprijs met deze poster. Aan haar de vraag waar een goede poster aan moet voldoen. Ik let vooral op dat de posters een boodschap overbrengen. Een heldere, duidelijke boodschap zonder al te veel afleiding. Dus dat moet je triggeren om te kijken. Genoeg informatie geven als wie, wat en waar en wanneer. En als het dat doet, dan heb je een goede poster. En ze heeft ook al een favoriet. Ik vind deze. Het is gewoon helder, duidelijk, mooi. Als grafisch ontwerper word ik daar blij van. Doordat je hem ziet op een afstand en je ziet de titel. En je gaat toch kijken, je wordt toch getriggerd om dichterbij te gaan. Waar gaat dit over? Waar gaat dit over? En dat moet je juist hebben met een affiche. Met die criteria voor ogen slaan sommige posters de plank mis. Nou, The Lady's Trial by Night, als ze de tekst in een andere kleur hadden gezet, inderdaad, dan was het veel beter. Want? Van afstandje is het niet leesbaar. Iris doet zelf dit jaar ook weer mee. Eens kijken hoe duidelijk haar poster is. Dit is mijn inzending voor dit jaar. Ik heb mijn opleiding gehad in Breda en ik had een docent die zei, heb je dit lijntje nodig? Nee, weg. Eén fout was alles. Dus als je te veel poespas hebt, leest niemand het meer. Vanaf vandaag kan er gestemd worden. En op 13 juni wordt de winnaar bekendgemaakt. Nou, een mooie zondag. Eens even kijken wat het weer in Zeeland doet zo aan het begin van de week. Na een droge ochtend met nog een waterig zonnetje vielen in de loop van de middag de eerste buien. Vanavond kan er dan ook plaatselijk een stevige regen- of onweersbui vallen. Vannacht wordt het dan weer droog, maar morgen wordt het weer bewolkt en buiig. Met een naar zuidwest draaiende wind wordt het maximaal 17 graden. Voor mooie plaatjes onder water moet je in Zeeland zijn. Dit weekend waren er maar liefst 3 kampioenschappen onder waterfotografie in de provincie. Die van Zeeland zelf, maar ook het Open Nederlandse en het Open Duitse kampioenschap. En de belangstelling was groot. Zo'n 130 duikers uit verschillende landen liepen bepakt en bezakt richting het Grevelingenmeer om onder water te verdwijnen. En ze wilden allemaal maar één ding. Ik probeer Nederlands kampioen te worden. Dus vorig jaar was ik tweede. En ik hoop dit jaar de eerste te doen. We gaan er alles aan doen om het zeg maar voor elkaar te krijgen. Veel duikers zien dit kampioenschap ook als een opmaat naar het WK onderwaterfotografie. Dat evenement vindt namelijk volgend jaar in Zeeland plaats. En in principe zou je moeten zeggen dat elke duik die je hier maakt is een voorbereiding op het WK. Maar als je geselecteerd wordt, dus Nederlands kampioen wordt, ja, dan moet je wel op de stekker die de NOB heeft uitgekozen met de WK-commissie, ja, daar moet je dan op gaan duiken. De reden dat het WK in de Zeeuwse wateren wordt gehouden ligt voor de hand. Heel veel variatie in onderwaterleven. Veel verschillend water, duikwater, Veersemeer, Grevelingenmeer, Oosterschelde. Dus heel veel verschillend onderwaterleven is hier te zien. Het is dan ook voor veel deelnemers niet de eerste keer dat ze naar Zeeland komen om te duiken. Heel vaak, ja. Ja, veel minder vaak dan ik wil, want ik heb nou tegenwoordig kinderen en kost toch ook tijd. Maar ja, als ik kan duik ik hier, ja, in Zeeland. Je doet mee aan de Nederlandse kampioenschappen. Wat zijn je verwachtingen? Ja, er zijn een hoop goede mensen die dit jaar meedoen. Dus dat wordt de rest van de dag hard werken. Die mooiste zitten nog niet bij? Die zitten nog niet bij, maar vandaag hopelijk wel.
Of hij daadwerkelijk de mooiste foto heeft gemaakt is afwachten. De winnaar wordt pas in september bekendgemaakt. Het zijn ongeveer 500 foto's die worden ingeleverd. En die worden goed beoordeeld door de jury. En het leuke aan deze wedstrijd is dat of je nou wel of niet wint, dat elke foto voorzien wordt van commentaar door de jury. Dus je krijgt ook nog feedback. En met die feedback kun je volgend jaar weer betere foto's maken. Wat krijgt de winnaar? De winnaar krijgt alle eer en het leukste is natuurlijk de deelname aan het wereldkampioenschap volgend jaar in Zeeland. En met deze onderwaterfotograaf in Zeeland besluiten we deze Zeeland Nu. Zometeen dus een samenvatting van het Raccoon-concert in editie 2014. En kijk voor het laatste nieuws uit Zeeland op onze site. Ik wens u nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen. Heeft u tips? Bel ons of mail.